Tot in ieder geval 6 darts voor 116. Dat moet rust geven. Triple 20. Die gooit raak, meteen. 16 en tops. En dan één keer een dubbel met je eerste pijl raken. Dat is goed voor het eigen gevoel. En dat doet hij. Raymond van Barneveld. Super lek. Deze laatste. En de Nederlander leidt na 6 legs met 4-2. Whitlock gaat wel druk zetten op die finish van Barneveld. Ja, ja, de eerste 180 van Simon Whitlock in de wedstrijd. Het heeft even geduurd. Triple 20, eenmaal. Triple 20, tweemaal. Voor een finish van 160, dubbel 20 en hij gooit hem. Weer tegen de darts in. Een 5-2 voorsprong nu voor Raymond van Barneveld. Ja, hij is op stoom. Hij staat geweldig te darten in deze wedstrijd. Hij wil wat goed maken naar die nederlaag. Houden, want dat betekent dat hij weinig trippels mist. Maar kijk eens, Whitlock, op het moment dat het nodig is, gooit hij 180. En legt hij de druk bij van Barneveld. Die begint met 1 triple 20. Nog een triple 20. Jawel, dubbel 18 voor 7-3. En dubbel 18 voor 7-3 wordt het. Zo! Raymond van Barneveld. Hard op weg naar zijn eerste overwinning dit jaar in de Premier League of Darts. Ja, met die aantekening. Net als zojuist. Iedere keer op het juiste moment. Toen gooide van Barneveld die 156 uit. Dit is voor de wedstrijd. Triple 20 is goed. Triple 19. Voor ja, dubbel 12. Dubbel 12 voor de wedstrijd. En hij gooit hem. Goh. Ja, hij staat fantastisch te gooien. En wint deze partij van Simon Whitlock met 8-3. Barney is back.